5, 4, 3, 2, 1. Als Bob heel even een paar seconden uw aandacht mag. We staan hier voor de toekomstige huisvesting van zeg maar de Nederlandse popmuziek. Ik wil graag even beginnen, nogmaals ook te refereren naar alle successen die hier inmiddels behaald zijn. Waarom we vandaag ook bij elkaar zijn. Met name door Jaap en Jacqueline uiteraard. Waar komen wij straks, als we gehuisvest zijn, dan zitten? Dat is in de haven van Scheveningen, waar we het net al even over gehad. Unieke locatie. Dat is niet zonder problemen geschied dat we daar naartoe gaan. Ik kijk heel even terug naar de afgelopen jaren. Ik zie op dat moment ook Sjaak Bral nog even staan. Sjaak is degene geweest die, en dat moet u ook als minister zeker aanspreken, die een democratisch recht gebruikt heeft. Om er zover te komen. He, we hebben dus de raad uiteindelijk zover weten krijgen dat ze serieus met ons aan tafel gingen. En die periode is heel vruchtbaar geweest. Met name op het moment dat we Volker Wessels vastgoed ook bij de gelederen wisten te krijgen. Hans Bosch en Nicole Gelauw, die zijn hier ook aanwezig. Fantastisch. En zij hebben er met name voor gezorgd dat niet alleen hier binnen de Rock Art, het Rock Art Museum. Maar al meer dan 25 mensen dagelijks steun en inhoud geven. Dat we nu ook in de voorbereiding van de realisatie van het Nationaal Popmuseum, de Pop Experience, zo'n 40 tot 50 mensen bezig zijn. We zitten momenteel, en dat is denk ik goed om dat vandaag even met elkaar te delen, in de afronding van een haalbaarheidsonderzoek wat we in oktober gaan presenteren aan het college van BMW. Er wordt door een enorme ploeg mensen inhoudelijke steun verleend. En dat gaat natuurlijk niet zomaar. Een goed minister moet altijd natuurlijk scherp zijn. Hij weet dat er altijd mensen te loer zijn om een bijdrage te vragen. Nou, het unieke van dit project is, en dat is ook mede te danken aan Jaap en Hans Bosje, dat we eigenlijk ons willen onttrekken aan een museum wat er straks staat, waar we elk jaar aan de deur moeten kloppen of aan een belletje moeten trekken van kunt u nog een bijdrage leveren. Er zit ook een heel uniek financieel concept achter. De bedoeling is dat we op termijn helemaal zelfstandig kunnen draaien. En dat komt onder andere, en dat mogen we straks misschien nog even uitleggen welke functies erin zitten. Dat het een heel bijzonder programma is dat allemaal met popmuziek te maken heeft. We hebben heel kort geleden vorige week een bezoek gebracht aan de O2 Dome in Londen. Waar net ook een pop experience is geopend. En we mogen heel erg trots zijn, want dat moeten ze echt realiseren. Deze poptempel behoort straks tot een van de allergrootste in de hele wereld. 30.000 vierkante meter. Dat is echt uniek. Dat is echt uniek hoor. Dat is een nationale prestatie. Over dat financiële hoofdstuk. Het betekent overigens wel dat als het gaat om investeren nu, dat er heel veel hulp is, extern, heel veel financiële hulp is ook nodig. Daar zijn we met een grote ploeg mensen mee bezig. En daarom hopen we dan zeg maar op termijn dus niet in die exploitatie in het probleem te komen. Daar hou ik het even bij. Ik heb een mooie brochure bij me, die heb ik dus laten maken. Om met name mensen bij ons te krijgen om de gelederen te sluiten als het gaat om het financiële deel en ook om het inhoudelijke deel. Die wil ik u graag aanbieden namens de Stichting Nationaal Popmuseum. Mooi. En ik zou zeggen, laten we naar de bar gaan en een heel veel feest hier voor jou. Ja, pak om de bal te leggen. Er is iemand. Er is iemand. Een beetje brengen. Met de lijn aan. Snap belangrijk, hè? Ja. Ja, schijt de boot weer in, hè? Ja. Nu ben je Mico lekker blij. Ja, is ja, dan moet je wel bij mij, anders loop je weer mis. Je gaat mijn handtekening ook weg.
Ja.